De nationale voetbalselectie is druk bezig met de voorbereidingen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. In het Franklin Asset Stadion kreeg de pers op donderdag 18 maart de ruimte de spelers en de trainingen van nabij mee te maken. De nationale selectie zal ook vanaf nu uit meer diaspora-spelers bestaan. Helaas zal vanwege de COVID-19-pandemie het publiek de wedstrijd niet kunnen bijwonen. Toch mag het publiek dit alles via tv en radio volgen. Trainer Goré, we hebben wat trainingssessies gezien met de nationale selectie. Hoe komt dat allemaal over na ook nog een lange periode van geen activiteit? Zoals je kon zien was het vrij scherp. Je ziet dat die jongens gretig zijn. De kwaliteit vond ik ook zeer sterk vandaag. Je zag ook dat Kelvin Leerdam toch wel een verschil maakte. De rust die hij uitstraalde. En hij heeft gisteren is hij binnengekomen na een lange vlucht. Hij is lekker in het team gekomen. Zoals ik al zei, het team is gretig, het team wil graag. En de energie die ze uitstralen, de intensiteit is goed. Dus ik kan meer dan tevreden zijn. Heeft u al een basiselftal in gedachten? Nou, ik was met mijn assistent vandaag. En ik denk dat ik één klapblok helemaal vol heb geschreven. Ik heb bijna 80 verschillende teams opgeschreven, scenario's opgeschreven, wissels opgeschreven. Maar op één basisteam ben ik nog niet gekomen. Voor mij is het een geweldig gevoel. Kijk, op dit moment weet ik nog niet hoe ik ga reageren. Pas als de scheidsfluit en als ik op het veld sta. Als het volkslied gespeeld gaat worden, dan denk ik dat er bij iedereen emoties zullen loskomen. Omdat we hier heel lang op gewacht hebben. Ik ben ook hier opgegroeid. Dus het is voor mij gewoon een prachtig moment. Iedereen wil hier zo snel mogelijk naartoe. Sommige jongens die kunnen eigenlijk al niet meer wachten. Het liefst zijn ze, als ze gisteren hier konden zijn, dan waren ze hier allemaal geweest. Dus het leeft enorm. Ja, we willen het publiek vermaken en dat gaan we doen. Maar de winst, dat is alles wat telt op dit moment. Ik zou alle Surinamers willen oproepen om woensdag 24 maart gezamenlijk het Surinaams Nationaal Elftal aan te komen vuren, als het kon natuurlijk. Maar dat ze achter ons staan, achter het beeldbuis.